Eemland 1. De streekomroep voor Soest, Baren en Bunschoten. Eemland 1. Het is ongeveer 9 uur. Visserijdag 2023, de 34ste editie. Het thema is dit jaar Visafslag 100 jaar. Meneer Van Halteren, u bent hier de gids op deze helling? Ja, ik ben de gids van deze mannen en vrouwen. Daar heb ik mee op reis mogen wezen in Zuid-Afrika. Dat is de mooiste reis van mijn leven geweest. Ja, ik heb nog nooit zo'n leuke en vrolijke mensen ontmoet. Gaat hij dit nu de hele dag doen, ook met andere mensen? Het hangt er vanaf. Ik heb ongeveer, ik geloof, 20 of 30 euro per uur. Als het geld op is, ik weet niet hoeveel dat ze bij zich hebben, maar als het geld op is, ja, dan hebben we het eind. En waar haalt u de kennis vandaan? Van mijn opa. Opa Vest. Ik ging met mijn opa Vest vissen. En opa Vest kan ik de plek naar wijzen, daar, halverwege. Daar lag de botter altijd. En dan gingen we van boord en dan gingen we van vrijdag op zaterdagnacht vissen. Ja. En het ergste wat gebeurde eigenlijk, soms gebeurde, of dan zei opa, er is geen wind. Er is geen wind. Ik denk, oh, dan kunnen we er niet uit. Nee, want er is te weinig wind om de paling net tegen mij. En dat deed ontzettend pijn. Bart Nieuwboer, voorzitter van de Bruine Vloot. Het is nog aardig vroeg. Verloopt alles nog goed tot nu toe? Ja, alles loopt hartstikke goed. En vorig jaar hebben we natuurlijk twee corona ertussen gehad. Dat was alles weer even oefenen. Net of alles weer opnieuw ging. Ga automatisch nog over in het Spakenbroek. Dat is beter, hè, denk ik. Hè? Ja. Dus vorig jaar was het die wenning. Alle mensen die waren uit de routine vandaan. En dit jaar loopt het allemaal eigenlijk heel erg gesmeerd. We beginnen om 7 uur bij de afslag. Beginnen we de dingen op te bouwen, de fukies neer te hangen. De kramen stonden er al dit jaar. En dan dan komt iedereen, die komt gewoon. Hè? Het is echt een Spakenbroeksfeestje. We regelen er niet zo heel veel voor en het komt uiteindelijk allemaal goed. Iedereen doet zijn eigen ding. Maar er komen wel steeds meer toeristen, denk ik. Dat mag ook. En nee, het liefst hebben we natuurlijk dat er veel meer mensen in het dorp komen in klederdracht. Want dan is het plaatje helemaal compleet. Maar we kunnen niet voorkomen dat er natuurlijk ook mensen van buitenaf komen. Ja? En dat komt ook vooral doordat Spakenburgers, hè, vooral vishandelaren van het stoepje, die zeggen, hè, als mensen vragen van God, de Spakenburgse dagen, dan gaan we naartoe. Dan zeggen ze, nee, je moet niet de Spakenburgse dagen komen, je moet op de visserijdag komen. Die is veel mooier. Maar ja, dat betekent wel dat er steeds meer mensen ook van buiten komen. En dat mag. Hè. Jullie zeggen altijd, jullie Spakenburgers vieren een feestje en de mensen mogen komen kijken. En er is nog steeds overal gratis vis? Ja, er is gratis vis. Maar heel veel botters, hè? Die roken ook zalm. Er staan ook meerdere goede doelen staan er ook, die zalm roken. En die verkopen dan de vis. En dat is of het goede doel. En een botter is natuurlijk ook een goed doel. Hè? Dus daar doen we het dan ook van. En het thema dit jaar? Het thema is 100 jaar afslag. De afslag is een museum. Hè? Dat realiseren we als Spakenbrug. Realiseren we ons eigenlijk niet hoe uniek de afslag in Spakenbrug is. En dit jaar, vorig jaar kwamen we erachter van, hey, hij bestaat in 2023, bestaat hij 100 jaar. Dus we hebben verschillende activiteiten bij we al aan het organiseren. Eén daarvan is dat we een film aan het maken zijn. Een soort mini-documentaire over hoe ging het dan vroeger in de afslag. Daar hebben we in mei een grote opname in gemaakt, ook met allemaal vishandelaren in klederdracht. Nou, hartstikke leuk om dat te doen. Dan gaan we nog wat dingen doen en 23 november bestaat hij 100 jaar. En dan wordt die documentaire vertoond in de afslag. Hoe gaat uw dag er vandaag uitzien? Nou, ik ben begonnen met polsnijden. Dan snijden we de kopjes vanaf. En dan worden ze gepekeld. En dan gaan we ze straks in de rookton doen. En is het ook voor toeristen, mag iedereen meeproeven? Iedereen mag meeproeven. Ze worden in de verkoop aangeboden. Dan steunen we de botten. Het gebeuren met de bottenwerf. En het bouwen van de bottes. Dat geld gaat er naartoe, wat de opbrengst is. Hey, we staan hier bij een heel leuk kraampje. Je bent een bekende Spakenburger, Ru van Wouter van Geurt. Kan je iets vertellen over die foto's? Nou, dat zijn echt wel de mooiste foto's van die ik in mijn bezit heb. Dan moet ik eerlijk toegeven. Nou kom ik tot de ontdekking dat deze foto, misschien dat Jeanette weet wie dat is. Oh,
Maar een van mijn voorvader, een van mijn voormoederen, laat ik het zo zeggen dan, voorvader. Hè. Maar deze is wel heel bekend. Zeker zullen, dat zijn mijn vader en moeder. Kun je even goed doen? Mijn vader en moeder in jonge jaren is dat. En mijn oudste zoon, Wouter Geurten, is vernoemd naar mijn vader en naar mijn opa. Die lijkt sprekend op hem. Nu is zijn haar een beetje eraf. En mijn moeder in jonge jaren. En het mooiste is, en dan moet ik het beeld naar mijn dochter doen. Dat is mijn dochter. Die loopt met de klederen aan. Dus zeg maar de trouwjack van mijn moeder. Die ging trouwen in 1943. En die hoogzwanger van mijn oudste zus. En nou is mijn dochter voor de tweede keer hoogzwanger. En ja, ik ben niet hoogzwanger. Nou ja, meer hoogzwanger, maar dat maakt niet uit. Hoogzwanger. Het is dezelfde jak en een andere kledij. Ja, hoe mooi is dat? Het is emotioneel. Zometeen, dat doe ik inderdaad, ik kijk even in de camera. En zometeen doe ik mijn zonnebril op vanwege de emotie, Marielle. Het is gewoon fantastisch. Vernietigen, het is echt. En meer mensen zullen dat zeggen dan, het is de dag der dagen. En de dames gaan naar Spakenburgerschoot. Zometeen komt mijn vrouw en mijn stiefdochter komen ook helemaal naar Spakenburgerschoot. Ik ga zometeen zelf ook, ik heb er nog geen tijd voor gehad. Maar het is gewoon geweldig. Dit is echt uniek. Nu is... Hopelijk dat de zon nu even doorkomt. Dan hebben we het helemaal voor elkaar. Wie ben jij? Chelsea. Wie heeft jou zo mooi aangekleed? Ja, mijn oma. En moest je erg vroeg opstaan? Ja. En heb je het ook niet koud met je slippers? Ja, een beetje wel. Nou, misschien komt de zon nog. Ja. Leuk, dat tasje ook zo leuk. Ja. Hoe gaat vandaag uw dag eruit zien? Druk en gezellig. Heel gezellig. Ja, heel gezellig. En hoe laat zijn wij opgestaan? 7:15, dan moest ik bij de kapper zijn. Wat gaat er vandaag hier gebeuren? Staan zoveel stoelen klaar? Ja, wij hebben eigenlijk gewoon een open dag. Dus mensen kunnen aanschuiven voor een kopje thee, een kopje koffie. Gewoon gratis, niks. Vrijheid, blijheid. Gastvrijheid. Wat bent u aan het doen? Nou, ik ben een netje aan het breien. Ik ben ook een botter aan het maken en dat moet in de bunt moet een netje. En daar ben ik nu aan het breien. En waar heeft u dat geleerd? Ik heb dat geleerd op de breiklub van de historische vereniging. Ik ben 10 jaar geleden begonnen als leerling. En nu geef ik les en ik maak van allerlei dingetjes zelf. Zijn er ook mensen die het absoluut niet kunnen? Nou, als ze beginnen, zeggen ze, dat ga ik nooit leren. Heb ik zelf ook gehad. Maar op een gegeven moment, als je de slag hebt, dan kan het. Maar er zijn mensen die het echt niet kunnen. Iedereen weet dat de Stichting Behoudmuseum aan de Spakenburg is opgericht om ervoor te zorgen dat we dit unieke plaatje, niet alleen met de visserijdag, maar ook met de botters, de scheepswerf, allemaal in stand kunnen houden. En het is natuurlijk fantastisch dat één, Klaas Hartog, de stichting sponsort. En twee, bottenkoeken heeft gemaakt. En als het in hetzelfde rijtje als de plakken en de haak en de jamhamels komt, dan is het een groot succes. Zeker. Dus dankjewel. Visserijdag die komt natuurlijk tot stand met medewerking van heel veel vrijwilligers. Ik had in de aanloop naar de Visserijdag contact met... Nu heet dat Radio Eland, hè. In mijn opzicht nog steeds de los. Maar kunnen we met jullie meekijken hoe de voorbereidingen van de Visserijdag zijn? Ik zie altijd, dat kan wel, maar er is niet zoveel te zien. Want het zijn twee vergaderingen. Want het is een feest van het dorp. Heel veel mensen organiseren gewoon de dingen zelf. En weten wat er bij de Visserijdag past en wat er niet bij past. Dat is natuurlijk mogelijk met een bestuur van de Bruine Vloot die dat op een goede manier doet. Maar het helpt enorm, zal ik het zo zeggen, dat er een burgemeester is die dat heel erg begrijpt.
En een burgemeester die kan het alleen maar begrijpen als die als mens ook de visserijdag en de visserij in zijn hart heeft zitten. En Melis, ik kan niet anders zeggen dan dat dat zo is. Het kan ook niet anders met een visventer in je voorgeslacht en een visser in je voorgeslacht. Maar wij als bestuur hebben het dit jaar in ieder geval bedacht van het is tijd dat Melis als persoon daarvoor bedankt wordt. Dus bij deze wil ik je een hand geven. Oh, dankjewel. Heel erg bedankt. En bij deze de mooie kost. Ik ben Johannes Blokhuis, ik ben Hannes van Bont en ik vaar op mijn botter de Zuiderzee rond. In de oorlog is een neutje nog steeds mijn vriend, maar pas op Hannes, straks word je nog blind. Ik zei toen met de bravoer van een man, schenk in joh, daar waag ik een oogie aan. Ben Johannes Blokhuis. Ik ben Hannes van Bont en ik vaar op mijn botter de Zuiderzee rond. Ik kwam in Stavoren op zaterdag aan en ben toen op zondag ter kerke gegaan. Daar zag ik zes ongelukkigen staan. Dat is slecht voor de vangst, dat doe je visser niet aan. Ben Johannes Blokhuis. Ik ben Hannes van Bont en ik vaar op mijn botter de Zuiderzee. Ik sta hier nu en ik ben eigenlijk een beetje van mijn apropos. En dat komt omdat het bestuur van de Bruine Vloot net aan mijn die fantastische Bojak-bokalen geven net. Ik ben glad in de duist. En ook wel zo dat ik haast staat te trillen op de grond. Dus ik moet nog wel eventjes nadenken. Als je komt staan, ja, in de vaas gaan dan zal ik je roepen. Maar om op onze visafslag terug te komen, op deze visserijdag. Deze visafslag, dit gebouw, bestaat al 100 jaar. En als een feestje gevierd wordt omdat iemand 100 jaar is, wie komt er dan op bezoek? Wie komt er dan op bezoek? De koning! Oh, ik dacht nou. Of hebben we hem zo lang gepraat dat iedereen nou een tukkie toe is? Maar ja, de burgemeester die doet een bakje en die krijgt een plakje. Maar dat is natuurlijk mooi. En hij wil bezoekers brengen bij die mensen van 100 jaar, of ouder, dan weet er wel wie en dan heet er ook over, ja, hoe lang gaat dat nog met die mensen? Maar dat weten ze zelf ook heel goed, dat het leven, dat ja, aan het eind loopt, dat ze in de avond van het leven zijn. En dat ze nog extra tijd krijgen. En vaak zeggen die mensen nog meer genade tijd. Maar, dat is dan voor de mensen, is dat zo dat er een eind aan komt. En dat is iets wat in het leven zo is. Maar hier staan we in de visafslag. Afslag. Is er een bouw wat 100 jaar bestaat. En wat als het goed is nog honderden jaren bewaard moet blijven. En dat is ontzettend belangrijk als we vandaag hier bij stilstaan. Loes, wat heb je een mooi wasje hangen. Zijn het originele boezeroes? Ja, zeker. Die zijn heel oud. Eén met dat ruitje. Dat is een vissersboezeroe. En die effe is van de boeren. Van de voorouders van jou? Van mijn voorouders. Dit tafeltje, dat is echt al een heel antiek tafeltje, dat komt nog vandaan bij de corporaal. Dat zullen heel veel mensen zich nog wel herinneren, dat in die tijd stonden we allemaal van dat soort tafeltjes.
burgemeester, u staat hier met een gedeelte van uw familie, ja. Trots. Ja, trots op deze, op ons dorp, op onze visserijdag. Ik ben daar zo verguld mee dat wij deze dag elk jaar hebben. De mooiste dag in het jaar voor de Spakenburgers om Spakenburg te beleven. En dat moet doorgegeven worden aan de volgende generaties. Nou, ik ben blij dat mijn kinderen, kleinkinderen daar ook onderdeel van zijn. En dat, ja, er zijn nog meer in mijn familie vandaag aanwezig die de klederdracht aan hebben. Maar ja, ik ga het ook tegen iedereen zeggen, doe mee, schaf het aan, laat je aankleden. Leer hoe je moet aankleden, want wij moeten voor de toekomst dit houden. Dames, een uniek plaatje, schoonmoeder, schoondochter. Uit welk jaar is jullie klederdracht? Ik denk dat voor mij zo rond 1900 is. Het is niet helemaal origineel, maar ik vind het gewoon heerlijk zitten. Maar dit droegen ze rond 1900, denk ik. Ja, het zal wel niet helemaal goed zitten. Zonder kraplap. Dus. En jij? Ja, ik heb ook geen kraplap, een kroplapje. En deze dracht werd gedragen rond begin 1400. En ik ben in een soort lichte rouw. Jij bent ook een echte Spakenburger? Nee, ik ben geen echte Spakenburger. Wij wonen wel 14 jaar aan de haven. Ja. En je bent waarschijnlijk een van de allerlaatste kuven die gedaan wordt vandaag, denk ik? Nou, hij was vanmorgen om 6:15 gedaan. Ik was de eerste, alleen mijn kapje was te groot. Dus nu heb ik een kleine kapje en dan kom ik mijn kapster tegen. En die is nog zo lief dat ze het even wil vervangen. Ja, ik weet het niet. Zie ik er mooi uit, hè? Dat is wel belangrijk. Ja. People.
Heb je eindelijk een momentje rust vandaag? Het is alleen maar genieten. Ik ben natuurlijk heel erg druk geweest met heel veel mensen aankleden. Hier de boel natuurlijk ook aankleden, het plekje. Want je moet natuurlijk wel meedoen, want je woont hier in het centrum. En ik moet zeggen, ik geniet heel erg. En hoe laat ben je begonnen vanochtend? Ik ben vanmorgen om 7:00 opgestaan. En ik had gisteren hulp van een vriendin van mij. Toen hebben we alles al een beetje opgehangen. En ik heb vanochtend alle stoelen weer buiten. Want het ging regenen vannacht. En toen dacht ik, wat nat is, wordt ook de volgende dag weer droog. Dus alles hangt gewoon even ouderwets op de blijk. En wat ga je vanmiddag nog doen en vanavond? Ik ga vanmiddag nog ontzettend genieten van alle mooie dames in kleding. En natuurlijk ook de heren, want steeds meer heren gaan het ook aantrekken. En het is gewoon ook heel erg gezellig. Want omdat ik natuurlijk heel veel in kledendag doe, heb ik ook heel veel leuke contacten. En die komen zich allemaal natuurlijk even showen. En als ze in klederdag zijn, worden ze getrakteerd op een kopje koffie, in een ouderwets kopje en een allerhande koekje. Heb je het idee dat het elk jaar drukker wordt? Ik heb niet het idee, het is ook gewoon zo. Elk jaar komen er steeds meer mensen in dracht, want eigenlijk is het gewoon een feestje. Het is eigenlijk in een goede zin een verkleedfeestje. En wat ook heel erg leuk is, dat je steeds meer meemaakt dat meestal de dames kleding van oma dragen of van hun moeder. Wat op het straatbeeld verdwijnt natuurlijk de dracht, maar niet uit de kast. Want iedereen is gewoon heel erg zuinig op. En heb je enig idee hoeveel dames er dagelijks nog in dracht lopen? Nou, ik durf het haast niet uit te spreken, maar ik hoorde kort geleden een getal van 70 tot de 80. Dus het is jammer, maar begrijpelijk. Want mensen worden ouder. Het is natuurlijk moeilijk om het allemaal bij te houden. De creativiteit wordt natuurlijk ook verminderd. Want mensen gaan er gewoon nog tegenop zien om het allemaal te maken en te onderhouden. Waar bewaar jij jouw collectie? Mijn collectie bewaar ik heel zuinig in een hele mooie kast van mijn overgrootmoeder, Grietje de Jong. Dat is een ouderwetse linnenkast, daar heb ik mijn mooiste spullen in, allemaal mooie jakken en kraplappen. Dan heb ik een zolder, daar ligt heel veel, want je hebt klompen, je hebt pluimmutsen, je hebt van alles en nog wat. Ik verzamel natuurlijk antieke kraplappen. En het mooiste cadeau is dat ik hier mag wonen. En dat ik in deze souterrain een oudheidskamer ga maken. En daar ga ik al mijn klederdracht bewaren. En dan kan ik ook wat makkelijker mensen aan gaan kleden. Want dat is dus ook mijn hobby en ook mijn liefhebberij. Maar ik heb het nog niet helemaal op orde. Maar de plek heb ik, de ruimte heb ik. Alleen nu moet het nog georganiseerd worden. Ook is verkopen, dan is er geen lopen. Gespoeld in het helderste water, ja, is daar een heel goed café. Daar in dat klein
Eemland 1. De streekomroep voor Soest, Baren en Bunschoten. Eemland 1.